Er is iets verschrikkelijk misgegaan. Er is een lekkage van boven. Met van wijn, een wijnlekkage. Ja, dit is chambreren. Kijk uit, Jan. Nee, kijk uit, Jan. Jan, je kan niet goed tegen champagne, zie ik al. Want je wordt helemaal gek nu. 250 euro, shop te goed. Nou, dat is hier natuurlijk een snoepwinkel van de drank. Jezus Christus, hè. Dat stinkt me de teringen. Mensen, welkom weer bij een nieuwe Pure Luxe video. Wij zijn beland in Bergen, Noord-Holland, u kent het wel. Toch een beetje een kakdorpje als Wassenaar. We gaan op zoek naar de ordinairste man van Bergen. En die zit hier, als het goed is, in een winkel. Een drankwinkel natuurlijk. En we gaan met hem even wat wijntjes proeven, wat gesprekjes doen. U kent het wel, gaat u mee. Nou mensen, we zijn inmiddels beland in de Gouden Ton hier in Bergen. Een van de mooiste wijnwinkels die ik heb gezien van lang geleden. En van net en deftig gaan we naar ordinair. U ziet het al, Jan Roos. Amis. Of vriend of betaalde kennis. Ik begrijp het ordinair niet helemaal. Nou, ik heb een aflevering meegemaakt waar het toch uit de hand liep afgelopen week weer. Beste Floris, ik heb jou gezien in Hengelo, op het podium. Nee, niet in deze video. Jan, ga je helemaal gek worden? Wie dat feest? Ga je mij dan ordinair noemen? Ja, elkaar dan niet ordinair ik noemen? Ik verordinariseer een beetje, dat klopt. Welkom in Bergen. Ja, nogmaals gezellig bij te een zien. Van mijn favoriete winkels hier in Bergen. Ja. En het verbaast je waarschijnlijk niks dat het een drankenzaak is. Nee, dat verbaast me niks. Ik ben er gek op. Ja. Ik heb veel dorst. Ik kan het ook uitleggen. Of wil je een vraag stellen? Zal ik het uitleggen? Nou, ik vind het interessant dat jij überhaupt iets van wijn weet. Nou, weet je het verschil tussen wit en rood en zo bijvoorbeeld al? Je maakt mij verdrietig. Mijn vader is finoloog. Oh ja? Nee, dat zijn dingen die mensen niet weten. Ik ben opgevoed met wijn. Ik ben opgevoed met goede wijn. Mijn vader heeft mij geleerd wat de smaken zijn. Mijn vader heeft me ook geleerd dat het niet duur hoeft te zijn om goed te zijn. Ja. Dus ik ben opgevoed met wijn. Dus dat verschil tussen wit en rood. Ik vind dat alweer een ordinaire opmerking. Ja, dan gaan we weer. Maar ik wilde graag iets uitleggen voordat jij mij in de reden viel. Ja, vertel. Ik ben 3 weken te laat geboren. Ja. Ik ben met de keizersnee gehaald bij mijn moeder. Dat is niet zo gek. Nee. Bij mijn vader konden ze niet vinden. Maar was dat omdat je te laat was of omdat je een grote baby was? Te laat. Oké. Okay. Dus ik ben volkomen uitgedroogd op de aarde gekomen. Ja. En vandaar dat ik veel drink. Ja, dat snap ik. Ik ben overigens ook 2 weken te laat geboren. Jij 3. Dus we zijn laatkomertjes eigenlijk. We wilden er niet uit. Nee, we hadden het gezellig. Maar jij bent waarschijnlijk net als ik ook een moederskindje. Ja, dat klopt wel een beetje. Nou ja, dat weet je. Dat herhaal je ook vaak in de uitzending bij jullie. Dus dat komt helemaal goed. Het enige verschil tussen mij en jou is dat de navelstreng bij mij mijn moeder is doorgesneden. En bij mij was hij van goud. Die voor jou is hij nog steeds. Heel leuk weer inderdaad. Zit hier nog steeds. Nou, we hebben vandaag Thomas Cox bij ons mensen. Die staat een keer achter de camera trouwens. Dus dat is heel leuk dat jij even mooi in kan vallen. Misschien kan nog wel vaker. Je weet het nooit. Nee, je weet het nooit. Maar we zijn dus in deze drankwinkel en dat is wel een serieuze winkel. Kijk, dus je hebt hier, kom even mee Tom. Luister. Het is een van de mooiste wijnhuizen, wijnwinkels die ik ken. Ja. Dat heeft alles te maken ook met het interieur natuurlijk, maar ook met het assortiment. Ja. Ik drink rosé, ik drink wit, ik drink rood, ik drink blush. Dat ken je waarschijnlijk. Ja, wat drink je niet eigenlijk? Eigenlijk drink ik alles. Ze hebben ook nog een sterke drankensectie. Waar ik ook nog wel eens voorbij kon hollen. Dit is een beetje een stoepwinkel voor mij. Ja. Maar ook voor mijn oude heer. Ook voor mij. Maar we gaan trouwens vandaag even, mensen, wat champagne proeven. Dus zullen we daar heel even langs lopen? Want jij hebt het een beetje uitgekozen. Heel interessant. We drinken uit Riedelglazen. Ja, interessant. Weet je daar ook iets van? Nou, dat hele riedeltje ken ik niet. Dat ken je niet. Heel een leuke woordspeling, Jan. Dank u. Hij zit er goed in al. Ja, ik word er voor. Maar het heeft iets te maken met dat de bubbel daar wat langer in blijft. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet het zelf ook helemaal niet. Weet u het? Laat het achter in de commands. Hè? Je weet het maar nooit. Laat ik het zo zeggen. Ik heb de fluit. De champagne fluit. Ja, die vind ik een waardeloos glas. Ja, maar je bent ook meer van dat. Dat hoort dat rondje weer? Nou ja, nee, dat vind ik ook een beetje wijver. Ik ben meer van dat er wat in past. Ik vind de fruit klein. Ik vind het oogje te klein. Ja. Dus net zoals vroeger dat je met een fluitje bier dronk. Ja. Vind ik ook. Het is toch een beetje trutterig. Ja, ik wil wat groter meer. Ja. Maar voordat wij gaan proeven, zou ik je eigenlijk de zaak willen laten zien. Ja, laten we eens even hier naar binnen lopen. Nou Jan, je hebt hier gewoon een eigen bar. In dus de wijnwinkel. Ja, een soort barretje. Nou, een soort Spaanse wijnhuisje waar je lekker kan proeven en kan slobberen. Kijk, mensen, we hebben hier nog, als we er niet uitkomen, nog wat champagne koud liggen. Dus dat komt helemaal goed. Ik denk dat we er wel uitkomen. Maar er is geen top. Maar dat hoort hier natuurlijk niet in een wijnhuis natuurlijk. Oh, waar zie je het dan weer? Het gaat niet goed met Jan. Laten we nog even die sterke dranken langs. Bar en vin. Ja, je hebt helemaal gelijk. Hoe dom kan ik zijn?
Ja, dat wist jij natuurlijk al. Vraagt hij zich af waar de biertap is. Hou je eigenlijk van champagne? Nee. Nee, niet echt. Nee. Okay. Nee, echt niet. Echt niet. Ik vind champagne, dat wordt veel gedronken door mensen die denken dat het chic is. Ja. Die denken dat het mooi is. Maar al die mensen die het zien drinken, die trekken een beetje zo'n hoofd van, nou ja, het moet maar. Ja. Maar het past bij het plaatje. Want eigenlijk is champagne niet te zuipen. Nee. Nee, ik vind het eigenlijk heel vies. Nou, ik niet. Dus dan drink ik het op. Als jij het cadeau krijgt ergens, dat zal wel eens gebeuren. Dan kan je zo naar mij doorsturen. Maar we gaan zo direct even dat allemaal proeven daar. Want je had hier een sterke dranken nog. Nee, want ga jij mij nou maar eens uitleggen wat nou echt lekker is aan zo'n champagne. Ja, nou, ik drink vaak Louis Röderer. Dat is gewoon echt heel lekker met kaviaar. Dat is gewoon zo. Nou, dit is net wat ik zeg. Dat zijn dus mensen die denken, kaviaar, glas champagne, nu ben ik chic. Ja. Het is niet zo. Ja, gewoon gekochte chicheid. Ja, maar het is niet zo. Want champagne is niet echt lekker. Dus ik snap ook niet waarom ik hier met een champagne test. Ik ben het helemaal niet eens. Mensen, als jullie champagne smerig vinden, laat het even achter in de commands. Maar ik denk dat ik meer commands krijg van mensen die zo doen. Want die vinden het champagne heel lekker. Het is er heerlijk. Een koud glaasje. We gaan straks wel proberen. Maar okay, goed. We gaan sabreren. We mogen sabreren in dat café. Eentje. Oh, leuk, leuk. Dit is de non-alcoholische afdeling. Daar kennen we nooit. Nee, dat is vreselijk. Floris, ik heb wel eens gezien hoe jij op sterke drank gaat. Ja, daar ga ik niet goed op. Nee, niet goed op. Ik eigenlijk ook niet. Ik drink niet zo heel veel sterke drank. Behalve dan dat ik een paar dingen heb waar ik niet af kan blijven. Zoals? Cognac? Nee, bruine rum. Oh ja. Okay. Dit is dan de Zacapa. Nee, dat is helemaal niet de Zacapa. Dit is de Zacapa. Dit is een hele dure. Oh, die is wel wat duurder, ja. Je hebt ook een goedkope Zacapa, dat is een bruine rum. Ja. Maar ik ben natuurlijk een jongen die een beetje op de centjes let, hè? Ja, dus dat merk ik, ja. Ik koop deze. Je verdient ook niks, toch? Met roddelpraat verdien je eigenlijk niks mee. Nee, dat is allemaal vrijwilligerswerk. Vandaar die abonnementen. Dus even naar die kelder gaan, dat is echt iets leuks. Nou, ik ben al niet uitgesproken. Oh, verder hou ik heel erg van Ricard. Ja, Franse drankje. Als ik even in mijn Franse periode zit. En voor de rest drink ik eigenlijk niks. Ja, wel eens een gin tonic, maar dat is meestal als ik al dronken ben. Ja, dan vul je hem aan. Dan blijf je op pijl. Nee, dan denk ik wel even iets zoets in mijn mond en dan neem ik een gin tonic. Maar eigenlijk is dat niet lekker. Steek je vaak iets zoets in je mond trouwens? Steek je vaak iets zoets in je mond? Wordt het nou opeens homoerotisch hier? Nee, wat verdomme. Wat slaat het nou op? Nee, ik dacht dat even een leuk grapje, maar jij is dit grappen van Broddenpraat gaan nooit goed omdat hij me dan zo aankijkt zoals nu weer. Dus bedankt hiervoor. Is dit jouw openingszin bij mensen? Nee, hou op. Het heeft helemaal niks met seks te maken. Wat bedoel je dan? Jij denkt er weer aan seks. Hoe bedoel je dan? Steek je vaak iets zoets in je mond? Nou ja, oké, dat is toch een leuke woordspeling, gek. Nou, ik zie niet. Nou, dan gaan we even kijken nog bij die kelder. Nou, ik vind het een beetje, als we iedere keer dit soort opmerkingen krijgen. We gaan naar huis. Nou, je hebt niet het gevoel dat ik met jou aan kelder. Kelder zitten. Trouwens, over kelders gesproken, heb je daar nog steeds die kinderen in zitten of niet? Nou, nu wordt het wel een beetje echt ordinair. De steentjes geven een beetje wit af. Floris is gewend aan dingen die wit afgeven. Ja, dat is goed. Een beetje. Ja, het is. Doe de trucjes met dat neusschotje. Oh nee, hou op. Ik heb niet geloofd. We hebben dus een barretje gehad, een proefbarretje. We hebben allemaal verschillende soorten afdeling gehad. En hier heb je dus onder het pand. Ja. Een wijnkelder, 1923, rond jouw geboortejaar. Precies. Is dit begonnen. En hier kan je dus ook met mensen dus wijn proeven en drinken. Er is iets verschrikkelijk misgegaan. Ja, ik wou zeggen, er is ook geproefd vandaag door iemand. Nee, er is een lekkage van boven. Van wijn, een wijnlekkage. Ja, dat moet ik even vertellen. Het is hier altijd brandschoon. Alleen er waren een paar moffen met honden. En die hebben twee flessen rode wijn laten donderen. Nou ja, in ieder geval hebben ze de fietsen wel laten staan dit keer. En dat is dus naar beneden gecijpeld. Dat moet ik even doorgeven. Maar ik vind het wel mooi. In een wijnhuis, een lekkende wijn. Geen water, maar er lekt wijn in. Dat vind ik prachtig. Leuk, dat zou ik ook wel thuis willen hebben. Een wijnlekkage. Ja. Ik zie een nieuwe markt. Leuk. Maar het is wel cool, hè, Jan hier. Dat is ook wel de bedoeling. Het is precies zoals het moet zijn. Het is precies op temperatuur. Ja. Daarvoor, zo is het ook gebouwd. Ja. Dat er altijd is het rond de 19 graden hier. Okay. Zodat jij het nooit te warm hebt, maar af en toe wel te koud. Ja. Nou ja, dat is mooi, wel leuk. Je kan hier dus gewoon 10 man zitten. Je kan ook, ik wil je het even vertellen. Je kan hier ook eten. Okay. Dan serveren ze tijdens dus het proeven van een wijn. Een soort pairing, een food pairing met de wijn. Dus welke wijn er bij het eten past. Pairing. Food pairing, dat ken je niet, zo'n duur woord. Pairing. Ik dacht ik op een berg dat je wel iets pairing. Weet. Pairing, nou wij doen niet een food pairing. Ja, maar je moet wel een food pairing als je hier eet. Ja, maar eten en drinken gewoon wat. Oké. Wat is dan food pairing? Maar waar haal je dat vandaan? Oh, dat je eten en drinkt. Hé. Hey. Ja, dat doet toch iedereen? Dat iedereen eet en drinkt toch? Dat is, dat nee. Iedereen doet dan food pairing. Oké, nou mensen, het loopt nu al uit de hand. Lul, oh, je gaat weg?
Oké, nou, we gaan mensen even die champagnes proeven, denk ik. Leuk. En een beetje over lullen. Wil jij nog een uitleg van die dure wijnen van Sander? Dan moet hij dat geluid even opdoen. Godverdomme. Geluid? Moet je me even voorstellen, want ik ben opeens weg. Ja, dat snap ik, ja. Nou, ik heb nog even de eigenaar van de Gouden Ton meegenomen, hier in Bergen. Sander, ja. Leuk dat jij nog hebt, want Jan weet er natuurlijk geen moer van. En jij weet er wel wat van, dus is het misschien leuk wat speciale wijnen even toe te lichten? We staan hier in onze Fine Wine Department, zoals we dat noemen. En hier liggen er wel de mooie wijnen. De neusjes van de zalm. De neusjes van de zalm. Ja. En dan vooral uit de klassieke landen, zoals vooral Frankrijk natuurlijk, maar ook Italië en Spanje. Ja. En zoals hier hebben we Bordeaux liggen. Ja, ga verder. Ik doe even de deur dicht. Net binnen is Château Lafleur, even de tophuizen uit Pommerol. Ja. Verschillende jaartallen. Ja, dit is deze? Ja, dat is onder andere. Even pakken. Ja. Dit hebben we Le Pensée de Lafleur, de tweede wijn. En dan gaan we vandaag de champagne zitten proeven, terwijl we eigenlijk ook die wijnen natuurlijk hier, maar dat doen we een andere keer. Champagne is natuurlijk ook heerlijk gedrinkt. Ik ga nu al helemaal geshaped. Pak nog Meursault, is natuurlijk ook een bekende jongen. Ja, de witte Bourgognes, Meursault, Chassagnes, en dat zijn wel de topproducenten uit het gebied. Ja. Dat zijn wijnen die wat in het hogere segment zitten en schaars zijn, hè? Vandaar de prijs die hoog is. Haal er eens even een mooie Barolo bij. Nou ja, ik ben ook een fan van hoor. Dit zijn de Barolo's van de domein Vietti. Ja. Uit Valletto in de Piemonte. Kijk, en dit is de Ravera. Je zou bijna zeggen, je kan ook altijd op Vivino natuurlijk zoeken. Hè? Vivino is een hele fijne site om wat terug te vinden over de wijnen. Dus dit is een aanbeveler? Zeker weten. Waar komt het nou weer vandaan? Barolo gebied ligt in de Piemonte, dus noorden van Italië. Ja, dan kan ik het even zien, want ik ben er altijd heel slecht in. Ik hoop niet dat ik hem te hard nu neerleg. Dit is een producent Artari, dat komt uit de Rioja, Rioja Alavese. Dus dat is het Baskische deel van de Rioja. Dit is by far de topproducent eigenlijk in Spanje. Ja. En dit is dan de La Posa de Ballesteros. Waanzinnige wijnen van Tempranillo. Zwaar? Nee, heel elegant, maar wel wijnen met vulling. Okay. Romig, fantastisch te drinken. Leuk. Is dat dan, wat is dan echt een bestseller uit deze kast? Ja, dan zitten we toch wel bij de Bourgogne Wit altijd. Ja, ja. Dat zijn wel de wijnen die altijd erg goed lopen. Ja, die gaan natuurlijk. Ja, maar hele rijke, krachtige wijnen. Veel Bordeaux blenden uit Californië tegenwoordig. Waar ook veel kost zo 105 ook? Of is het 300? 350. 350? Dat is toch wel een stevig wijntje dit, ja, dat is een serieuze wijn. Ja. Wat zien mijne? Nou, ik hou ervan, hoor. Oh. Weet je wat ik doe? Ik geef gewoon een prijs weg in de vorm van een shoptegoed hier. Dat gaan we doen, denk ik. Van €250, mensen, dat zeg ik alvast. En we gaan zo direct die prijsvraag met Jan doen, dus blijf kijken. Ik heb nog een wristcheck altijd in de video's, die heb ik ook bij me. Een groot horloge. Gevallen, glazend om nu al. Nou ja, oké, doen we zo direct. Mensen, welkom bij de wristcheck van deze week vanuit deze prachtige wijnwinkel. Ik doe het even tussendoor. We hebben bij ons een IWC Spitfire, natuurlijk te kopen onze vrienden van Schaap en Citroen. Pre-owned certified, of certified pre-owned, ik ben het doel weer kwijt. Hij is te koop voor €27.500, met dozen papieren, rosé goud. Dit is nou een stel voor horloge, mensen. Niet altijd maar Rolex, maar gewoon eens een keer een IWC'tje. Ik zie u binnenkort in het conservatoriumhotel. Misschien even opbollen. Hey, weet je wat, we gaan even sabreren. Lekker chaotisch. Nee, wacht even. Die kaartjes niet in voor mij, dat je weet wat het kost. Ja, dat moet ook nooit goed, mensen. Mensen houden van authentiek. Ik kom hier maar aan mijn woorden. Kijk, die. Nou, fijn mensen. Wie is van die? Die van Bieleka. Bieleka. Kijk, nou mensen, het is, ik krijg wel een droge keel langs de mand. Ja, maar je gaat dit er niet in doen hoor. Dat we alles hartstikke leuk dan. Op, dat die kaartjes er mij doet. Alles eruit wat dit leuk is. Nee, maar wacht even. Bij Rollenpraat, alles wat niet leuk is, laat hij erin. Het hele probleem is dat waar moet ik dit nou allemaal doen? Dit is toch, hiervoor heb jij toch je mensen? Laten we beginnen met een sabrage. Ja, laten we beginnen eens eventjes de boel netjes neer te zetten. Ja. Wat is dat zo'n rotzooi? Het is één grote chaos nu hoor, maar dat is altijd met jou leuk in de video. Nou, leuk. Kunnen we beginnen? Ja. We gaan beginnen. Ja, maar hij draait gelukkig al, want het is lekker chaotisch. Neem je dit op? Tuurlijk, dat is hartstikke leuk. Nou, ik ben al kwaad. Jan wou graag de prijsjes erop, mensen. Dat hebben we dan nu. Nou, de Jacques Sol. Jan, zeg het maar. €115. Het is bijna zo'n filmpje zoals jij doet. Met drie van die smaken zo. Jans Tasting, hoe noem je dat vroeger? Jans Review, maar daar ben ik Review, ophouden. Mensen, je hebt 1, 2, 3, 4. Deze sabreert niet lekker, die Ruinoir, die is te bol. Ja, nou dan sabreer ik wel die van €39,95. Nou, ik mag weer de goedkoopste. De Palmer & Co. Ja, gaan we met de goedkoopste beginnen? Maar die schijnt gewoon lekker te zijn hoor, dus dat punt niet. Oké, zal ik hem even voorbereiden? Want je moet de naad vrijmaken, want je moet op de naad, hè? De duim in de ziel van de fles. Ja, denk je dat ik geen ervaring heb met de naad vrijmaken? Nou, ik heb drie kinderen, jij nul. Ik denk niet dat jij ervaring hebt met sabreren, moet ik eerlijk zeggen. Ga toch alsjeblieft op. Oh, we gaan stoeien. Nou, weet je wat? Dan ga ik niet zeggen. Dan ligt daar het sabel. Dan gaan we kijken wat er gebeurt, mensen. Nou, hartstikke leuk. Het wordt nu al grappig. Je moet dus... Alsjeblieft, hou ze gewoon even op. Oh, zal ik je bent bij mij hier welkom in het dorp. En dan lijkt me leuk zal als ik je mijn microfoon uitzetten? Ja, niet... Nee, lijkt me gewoon leuk als je hier niet op mij richten.
Het hoort niet. Ja, dit is sabreren. Kijk uit, Jan, dat gaat niet zo makkelijk. Wij hebben vroeger sabreerden wij. Jan, dit moeten we eerst af. Wij sabreerden vroeger de melk nog thuis. Ja, ja. Op, dat geloof dat zeker. Genoeg, weet je hoe je moet sabreren? Misschien staat hij wel op de druk, hè? Ja, op de druk. Jan, wij sabreren vroeger. Jan, kijk uit dat je niet die dure flessen beschadigt. Ja, wij sabreren, godverdikke. Ja, Jan, kijk uit, echt. Kijk uit, dat gaat niet zo makkelijk. Met je vinger, met je duim in de ziel. Ja, schiet hem maar op. Hey, zie je? Nou, oké, hier. Drie keer scheepsrecht. Kom maar. Nee, dus je doe je twee keer eventjes voor de proef en daarna doe je een kleine sabraatje. Shitje, nou, ging wel goed, mensen, moet ik eerlijk zeggen. Ik zou bijna zeggen, team met de griffels, als ik het altijd zeg. Ik hoop niet dat je winkel te veel beschadigd is, Jan. Of is het net goed gekomen? Jan, Sander natuurlijk. Ik raak helemaal in de war van deze man. Nou, het interessante is nu, mensen, ook dat we het ook echt gaan proeven natuurlijk. Dan sta je niet voor Jan op. Het uiteindelijk dat jij zegt dat ik niet kan sabreren en dat het dus in één keer goed gaat. Ja, nou, in drie keer, maar oké. Nee, ik geef je dat eerst cadeau. Twee tikjes en we laten het en gewoon dan in, stop je maar in. Ja, oh, zo moest dat. Ja, dat niet dat effect. Jan, eerst twee tikjes er tegenaan. Gezellig. Santé. Proost. En ik wil graag, het belangrijkste is de mening natuurlijk. Palmer en Co. Ik vind hem een beetje appelig. Nu doe je echt een Jan review, ja. Nou, dan gaan we, dat ben je mee opgehouden met Jan reviews, hè? Ja. Want, dat deed het niet meer goed? Je haalde geen geld meer erbinnen? Jawel, alleen ik had er 300 gedaan. Maar 300 hapjes uit mozzarella's en dus dat was ongeveer een tonnetje had je daar binnen. Nou, zoiets. Maar dat gaat er meer om dat ik op een gegeven moment er geen zin meer had. Dus ik ging met tegenzin doen. En toen kreeg ik ook nog een longontsteking. Toen dacht ik, dit is toch wel het mooie moment om te zeggen dat ik er even mee opgehouden. Ja. Maar ik zou je vertellen, als straks de gasprijzen weer gaan stijgen, dan zit ik gewoon weer lekker te reviewen. Dat denk ik ook, ja. En dan gebruik je dat bekende doosje dan. Dat doosje is al heel lang meegegaan, hè? Ja. Wat zit er in je doosje? Ja, doosje van Achmed. Doosje van Achmed. Ik vind... Ja, hij is toch een beetje zoetig. Ook een beetje zoetig. Ja, wat ik zei, het is een beetje appelig. Het smaakt een beetje licht naar appel. Een beetje appelsieder. Proef je niet? Appelsieder? Ja, eigenlijk moet ik hem uitspugen, maar we hebben het dan weer opgeslopen natuurlijk. Dus vandaag, ik heb mensen dan weten dat ik ben met chauffeur gekomen. Ik kan hierna niet meer rijden natuurlijk bij jou. En ik heb in mijn hele leven jou nog nooit iets uitzien spugen. Nee. Moet ik eerlijk zeggen. Dat klopt. Maar goed, ik ben ook niet vaak in het frikandellenbos geweest. Ja, het is goed met je. Het is helemaal goed met je. Nou, ik moet zeggen, ik vind het best een aardige. Ik vind dit toch wel heel netjes. We gaan zo even de kurk erbij zoeken. Even serieus, voor 40 euro is hij prima. Ja. Maar hij maar is mij wat zoet en wat appelig. Ja, ik is niet mijn favoriet, zeg ik eerlijk. Niet onaardig bedoeld, maar het moet een favoriet zijn, hè? Dit is natuurlijk een spuugbak. Ja. Maar daar hebben jij en ik nooit van gehoord, inderdaad. Nee. Nee, spuugbak, dat betekent dat je dat uit moet spugen. Dat gaan we niet doen. Dat is zonde. Kijk, Thomas staat natuurlijk hard te werken, dus je moet ook een beetje proeven. Maar je bent met de auto, hè, denk ik ook. Ja. Ja, dat komt wel goed. Oh, Jan, die gaat er tegenaan weer. Ja, leuk. Ik mag er ook één. Dat hoort er toch een beetje bij, kan schelen. Ik pak deze. Dat is natuurlijk ook wel een prijsje, maar oké, dat gaan we dan maar proberen, mensen. We gaan een flesje van 115 euro sabreren. Heb ik eigenlijk niet eerder gedaan, volgens mij. Van 115 euro, normaal. Jawel, nee, ik heb natuurlijk een Dom Perignonnetje al lang gedaan. Je sabreert altijd met echt goedkoopste. Helemaal, man, helemaal niet waar. Ik heb dat toch gezien? Nee, dat is namelijk geen champagne. Dat is een mousserende scheidszooi. Dat ga je natuurlijk niet doen. Van die Chenette-achtige met zo'n... Nee. Oh, nee. Maar dat doe jij toch? Nog nooit gedaan. Nee. Wel. Alleen maar minimaal Louis Reuter, dat weet je toch? Je weet dat toch, Jan? Je weet toch, grap, zeggen ze dan. Je hebt in Roddelpraat Chenettejes. En wie had gekocht? Ja, Dennis. Tante Dennis. Ja, meer voor geen. Er is natuurlijk nooit, u kent het wel, er is nooit budget bij Roddelpraat. Dat kennen ze niet. Nee. Misschien dat je daar een serie over kan maken, budgetpraat. Maar dat ben je dan niet jarig. Nou, we gaan kijken. Of ik het, want ik kan nu dus voor lul komen te staan. Ik kan de hele naad niet eens vinden. Nou, tot nu toe gaat dat je aardig af. Dus ik denk dat het niet erger wordt dan nu. Zeg, weet jij waar de naad zit? Hij kan godverdomme de naad niet vinden. Hij kan de naad niet vinden. Dat helemaal niks. Hij zit er niet op. Zit er geen naad op vandaag. Ach, flikker door met je naad. Ja, houd toch op met je naad. Je krijgt er met je naad. Ik heb dus geen naad kunnen vinden, mensen. Dus ik hoop dat het goed gaat. Nou, dat is heel normaal voor mensen zoals jij. Kijk, het moet natuurlijk wel in één keer. Dus we gaan... Kijk, zo heurt dat dus in één keer. Hoppakee, dat is mijn glas volgens mij. Wat een ongekende puinhoop maken ervan. Ja, maar we zullen hierna niet meer sabreren, mensen, want het is een beetje lullig. Ja, maar kijk, je bedoelt die hele tafel. Die is helemaal... Kijk, het is toch wel een flesje van 115 euro, dus die moet je wel netjes sabreren, hè? Ah, Jan mag ook mij compliment geven, hoor. Ja, leuk gedaan, volgens mij. Ik haal je binnen in mijn dorp, ik haal je binnen in mijn favoriete winkel en je maakt er gewoon een teringbende van. Ja, nou, zo hoort dat toch een beetje. Moet je kijken als je het even filmt, zo wat een tering zo nu is hier inderdaad. Ja. Jan? Santé, we gaan weer proeven. Kijk uit, hij glijdt uit je hand namelijk vanwege... Ja, nee. Kijk uit, Jan!
Jawel. Dat... Hoezo glijd dat dan uit mijn handen? Kijk nou uit, want het is gewoon glad. Ik kan er gewoon een fles vasthouden. Ja, nou, wat vinden we hiervan? Een Jackson 740. Ja, dat zal wel het huis zijn. Dus, ja. Dank je, een beetje hout. Voel je de stijgende lijn? Ja, dit komt heel snel in mijn... straatje. In mijn straatje, wat ik lekker vind. Hm. Dat had in je doosje kunnen pappen, eigenlijk, bij wijze van spreken. Je straatje, je doosje. Nee? Een doosje kunnen pappen? Ja, weet ik ook niet. Ik heb nu al dronken. Het gaat mij zo snel altijd. Ja, gaat... Nee, rustig. We zouden het netjes houden vandaag. Ik ga ook een nette thumbnail voor je maken, want bij mij doe je alleen maar stom dronken Floris Wijers hier stom, want het is niet leuk, mensen. Nee, waar het niet dat je iedere keer stom dronken bent. Maar... Nee, hè, maar dat gisteren op Roddelpraat was ik gewoon, ik had anderhalf glaasje rosé op. Dus dat hebben jullie er weer voor gemaakt, mensen, is het echt waar, ik ben ook naar huis gereden. En dat doe je alleen maar als je nuchter bent. Goedemorgen. Wat vind je er nou echt van? Wat proef je? Ik vind deze, niet als iemand die van champagne houdt, erg lekker. Ja, ja, is lekker. Nee, maar dat is lekker. Ja. Berk. Ja. Nou, berk. 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 Doe je een berkenboom? Ja. Nou ja, want ik wist niet dat je dat kon proeven, berk. Ik heb nog nooit gehoord. Berk. Ze maken hier eigen berken gin. Gemaakt van Bergense berken. Bergense gin, heb je dat? Uit berken. Ja. Kom, dan moeten we nog even proberen. Kom, Thomas. Huppakee. Berk. Gin van berken. Er staat berg. Ja, dat is berk in het Engels, paardenlul. Oh, Birkwood. Ja, Birkwood. Oké, daar heb je hem. Mogen we daar aan ruiken? Dat is dus gin van berken, berghout. En deze champagne smaakt ook naar berk. Ja, maar, berk. Jan, je kan niet goed tegen champagne, zie ik al. Want je wordt helemaal gek nu. Je bent vooral het zo in het berk, denk ik. Maar is het misschien leuk, dat moet ik aan Sander vragen natuurlijk, ja, of we één flesje mogen weggeven aan de kijkers. Mag dat van jou? Dat is leuk, dan hebben we nog een prijsvraagje erbij. Waarom zit je die man op kosten te jagen? Dan reken ik het toch af. Godverdomme, wat je het maak je dat niet druk? Al gesloten en dan ga je maar graag rustig, flesje. Kijk mensen, dus dit is het berk. Even ruiken. Maak dat dan niet te open, dan kan je het toch niet weggeven als je ermee... Hij is al gebruikt, zei hij al net. Oh, oké. Okay. Tut. Jezus, ja, niet te schrikken hoor, dat gaat er gewoon zo af. Dat is wel een apart geurtje. Ik wel een apart geurtje. Ik heb deze thuis ook. Ja? Lekker? Ik ben niet zo ginnerig, maar deze is lekker. Berk. Berk gin, berk. Kun jij een gin tonnetje maken of moet je het zo drinken? Nou, krijg je nog een gin tonnetje tussendoor voor de smaak een beetje neutraliseren. Je krijgt het niet, dat heb je die man op camera, heb je hem een beetje onder druk gezet. Dat werkt altijd goed op camera, dan heb je ook gelijk aan. Ik kan hier niet meer komen. Ja, ga toch op, dan reken ik je toch netjes af, Jan. Ik ben toch een nette jongen, dat weet je toch? Ja, maar Sander, kan ik hier nog komen als dit zo doorgaat? Jan, je bent altijd welkom bij. Kijk, hoor je dat? Nee, het bewijs, Jan zit weer de boel op te naaien. Nee, ja, omdat je zo raar doet. Ah, ik doe helemaal niet raar, man. Moet je kijken hoe vies het hier is. Het hoort er een beetje bij. Dat is ook. Dat is ook weer toch keurig, dit. Moet je kijken weer. Fantastico. Hey, vond je daar van Fantastico? Van Dries Roelvink, vind je dat wat? Nee, ken ik niet, dat nummer. Nou, even tussendoor, mensen. Een Birkwood. Ah, eindelijk wat te drinken. En we mogen er eentje weggeven. Dus in de commands gaan we nu ter plekke verzinnen. Een vraag. Een vraag. Wat is de Nederlandse vertaling van Birk? Is dat een leuke vraag? Van Birch. Birch, oké. Dus de Nederlandse vertaling ervoor achterlaten in de commands. Ja, maar en dan kan je dus, ik kies de winnaar natuurlijk uit en die kan je dan hier in Bergen. Mag je één flesje ophalen bij Sander, dat hebben we bij deze afgesproken. Hey. Of ik een rekening krijg, zie ik wel. Moet je er weer tussendoor even... De Nederlandse vertaling van Birk. Ja? Birk is de Nederlandse vertaling van Birch. Dat je geeft het antwoord met berg. Berg heet het in het Nederlands. Ja, berg. Het heet birch in het Engels. Ja, dus de vertaling is berg. De Nederlandse vertaling van berg, zeg je. Ja. Maar het is birch. Ja, maar dat is dus berg vertaald. Maar ja, mensen, u weet nu al gelijk het antwoord. Maar doe een beetje origineel in de commands. Ja, Jan, maak het uit. Je hebt niet in de gaten dat je vraagstelling niet klopt. Ik heb te veel gesopen nu al, het is goed. Hier, cheers. Had jij al gedronken toen je hier kwam? Ja, ik sta op meestal met champagne. Is hij lekker of niet? Nou, mag ik hem nog in mijn mond dan eerst? Kijk, stop even wat zoets in mijn mond. Jij dus ook. Ja, die is wel lekker, ja. Maar die maak je dus zelf? Ja, die maken we zelf. Oké, okay, nice. Ja. Moet het niet te lam nu al worden? Nou, ik denk dat jij die weg bent ingeslagen, Rees. Ja, ik ga weer daar staan, want we gaan toch even met die champagnes aan de gang. Gooien we dit toch even... Nee, deze gooi ik toch even achter het teeltje. Oh. Ja, mensen, Jan die gaat er tegenaan. Nee, deze vond ik lekkerder. Ja.
Dus op dit moment, weet je wat hij wordt zelfs lekkerder na de gin. Ja, maar dat is met iedereen al zo. Dus met ook veel vrouwen is dat zo. Kijk, even nog. Deze staat op 1. Wat we doen, we gaan niet een 1 tot en met 5 maken, zoals met de Jans Reviews. Ja. Omdat als we straks klaar zijn, weten we al lang al niet meer wat we gedronken hebben. Nou. Dus, de beste zetten we vooraan. Die staat nu hier vooraan, ja? Dan hebben we nog een prijsvraag. En dan hadden we ook een andere vraag beantwoord. Ik kom helemaal niet meer aan mijn woorden. Jezus Christus. Nee, maar we hadden nog een ander prijsvraagje, maar ik weet de vraag niet meer. Weet jij dat nog? Nou, net heb je een vraag gesteld. Gaf je het antwoord al? Dus nee, die niet. Welke prijsvraag? Ja, we hebben nog een prijsvraag. Shoptegoed voor €250 hier. Echt? Ja, reken je gewoon af of niet moet hier? Ja, hier. Dan weet ik een leuke vraag. Nou, stel jij de vraag. Ja, komt. Wie heeft de Bergen-Rot, waar wij zitten? Ja, staan. We staan nu. We zitten niet. Maar ga je gang. Ja, als het zo moet, dan zie je wat een verdomme, Jezus Christus. Ja, zeg het. Hoe heet de grondlegger van Bergen-Rot, waar wij ons verblijf nu hebben? Als je het antwoord weet, laat het achter in de comments en dan maak jij kans op €250 shoptegoed. Nou, dat is hier natuurlijk een snoepwinkel van de drank. Je moet het wel even zelf halen, Bergen. Gouden Ton Bergen. En als je die andere prijsvraag hebt, dan mag je ook een fles Birch gin halen. En Birch is dus Engels voor merk. Nou, die prijsvraag die is zo simpel. Oké, ik ga bijna zelf meedoen, maar dat gaan we niet doen. Nou, Jan, ik denk dat jij van de weinig bent die het alsnog fout zou hebben. Ja, het is goed met je. Jij gaat gewoon door met de gin tonic terwijl we een champagne proeverij houden. Ja, ga door. Oké. Wat vind jij nu de beste? Die of die? Die. Deze, hè? Ja. Want dit is een... Zie je, die is goedkoper dan die Jackson. Terwijl deze toch vaak in restaurants als een hele dure wordt gereden. Nou ben ik wel een voorstander van de Blanc de Blanc van deze. Die is echt lekker, maar die is overal uitverkocht. Oh, als jij een champagne drinkt in zo'n bolletje, vind ik leuk. Vind ik leuker dan zo'n ding. Oké, nou. Maar dat gaat over esthetiek. Wil jij hem openmaken of we gaan nu niet meer sabreren? Want anders zit die hele winkel naar de tering. Dat schiet ook niet echt op natuurlijk. Hier. Hoe komt dat maar ook uit? Ja, maar jij schiet kurken door het rond van kijk mij nou. Ja, wij roosjes doen heel dat is helemaal zwaar. De eerste fles gooit je dwars door de winkel heen net. Heel voorzichtig. En nu ga ik even wat hypocriet zijn. Want ik zei net dat ik champagne eigenlijk niet lekker vind. Ik vind champagne een heel leuk cadeau. Ja. Dat is altijd voor je daar vrolijk van. Nou, dus wel... Zullen we even proeven tussendoor? Lieve vrienden van ons hadden een nieuw huis gekocht. En als je dan met een mooie flesje champagne aankomt, dan heb je een leuk cadeautje bij je. Ja, is zeker waar. Dus ik heb altijd wel 1 of 2 flesjes in huis. Maar niet om zelf te drinken, want ik vind het echt niet te zuiver die ben. Ja. Maar goed, uiteindelijk, als je genoeg van iets op hebt, wordt het vanzelf lekker. Zo gaat dat. Ik vind, ik ken het. Het is niet, het is helemaal prima dit. Maar het is, het klinkt heel arrogant, maar het is relatief standaard, vind ik dit. Oh. Ik vind het prima, dit. Een 7. Als ik een cijfer moet geven, hoor. Maar... Weet je waar, ik wil niet op alle slakken zout leggen, beste Fleurtje. Maar hoe kom je er nou bij om dat 7 te noemen? Nou, omdat ik het geen 10 vind. Nee, maar het is 7. Er staat nergens in dat hele woord een U. Het is geen 7. Of ga je ook een mail 7? Wat moet je dan zeggen? 7? 7. Ga je mij nou lesgeven? Nee, kom, daar staat geen... Kijk, ik ben uit een keurig nest, ja, maar alleen... 7. Er staat 7. En als jij 7. Ik ga even... Ik ga een appeltaart bakken en ik ga eerst even het mail 7. Dan denk ik dat het niet gek is. Mensen, ik word hier gewoon weer te kakken gezet. Ja. Het lijkt godverdomme wel een aflevering van Roddelpraat. Ja, nou ja. Het moet niet gekker worden. Je biedt veel mogelijkheden. Terug naar de champagne. Wat vind je daarvan? Wat voor cijfer geef jij het dan? Een deugd? Of een 9. Oh, het kwam omhoog. Gewoon maasje omhoog met alles erop en aan. Dat was minder lekker dan verwacht. Ik vind het een beetje saai. Ja, maar ik geef dan toch een 7 uit aardigheid. Maar ik denk dat we nu in de... Nee, maar wat die ene net, deze... Lekker uiterst valt die. Daar zit een mooie bombastische smaak aan. Ja. Dit is gewoon een... Prima champagne. Ja, dat heb ik net gezegd dus. Is het 7? Of is 6,5? Ik geef geen 7, ik geef gewoon een 7. Ik haal het toch, dus het maakt niet uit. Dus tot nu toe is er eigenlijk niks naar jouw smaak? Nee. Maar dat is niet zo raar, want wie het mooiste voor het laatste bewaart, wordt vanzelf vrolijk. Ook weer waar. Jij hebt hier een Blanc de Blanc aan laten rukken. Ja, maar dat is eventjes mooi werk. En ga daar nou eens iets over vertellen. En even het prijsje erbij. En je mag hem ook openmaken als het erbij €85. Dus dat is een... Valt mee, is te doen.
Dat is gewoon wel een kostbare fles, Floris, voor normale mensen. Oh, oké. Okay. Voor mensen zoals jij, waarschijnlijk is dat een goedkope fles. Maar Blanc de Blanc is gemaakt van, daarmee ook Blanc de Blanc, van één witte druifsoort. In dit geval de Chardonnay druif. Oh ja, die ken ik wel. Dat is de hoer onder de wijn, hè? De Chardonnay is de hoer onder de wijn. Dat wordt gezegd. Ga maar eens Sander vragen, dat is echt waar. Kan je de naad vinden? Dat gaat toch niet om de naad? Kan je het spleetje vinden? Floris, maak het niet zo ordinair. Ja, schiet dat toch eens even op, Jan. Jezus. Het duurt zo lang, dat is niet normaal dit. Ja, ik zal hier een maand niet durven te komen in deze winkel. Ja, daar geloof ik niks van. Het is een keurig nette morgenochtend sta je er alweer hier. Keurig nette mensen en je maakt er zo'n zootje van. Ben je ook geboren hier eigenlijk? Ja, geboren in Togen Bergenees. Maar welk ziekenhuis? Of thuis? Nee. Een keizersnee. Ja, dat kan toch thuis ook? Keizersnee thuis, als je mes hebt. Nou, ik zou je wat vertellen, Floortje. In jouw tijd, in jouw periode van geboorte... Nou, dat wijkt niet zoveel van elkaar af. Jouw moeder is waarschijnlijk in het bos bevallen. Nee. In een gat. Privékliniek. Nee, maar gewoon in het ziekenhuis, ja. Nee, ja, was kijk uit. Maar je kan er niet thuis met een keizersnee bevallen? Ja, weet ik veel, Jan. Ik ben niet in de keizersnee thuis. Jezus Christus, we steken met de teringen. Daar komt ie. Blanc de Blanc van Bielekar, was dit Bielekar? Ja, Sammel. En nou denkt iedereen dat ik gesponsord krijg, maar dat is niet waar. Ik heb wel een iets scherper prijsje gekregen, maar we zijn heel netjes, we rekenen gewoon af. Dat u dat even weet. Ja, Jan denkt dat het niet waar is, maar het is echt zo. Nou, natuurlijk is het wel waar. Je kan toch godverdomme niet die halve tent hier slopen, de bol opzuipen en daarna weer weglopen. Een beetje reuring in de tent kunnen zo organiseren, denk ik. Het gaat hier hartstikke goed. Deze vind ik wel heel lekker, dat proef ik gelijk al. Alleen ik vind... Ja, weet je wat ik jammer vind? Hè? Je doet altijd zo puur luxe en allemaal zo chic en een heleboel. Maar je bent eigenlijk gewoon een oude scratcher. Je bent overal proberen goedkope dingetjes los te krijgen. Liefst betaal je niet. Kijk, jongens zoals ik, die zijn in de klei ook gegroeid. Die weten dat je gewoon voor producten niet te betalen. Hier krijgen we hele slechte commands op hier. Nu gaat er namelijk heel veel mensen zeggen van ja, dat is waar. Die Floris die krijgt alles. Helemaal niet waar. Ik krijg heb een lenerloodje van schaap. De auto's zijn allemaal geleend. Ik zeg dat ook altijd. Ik ben altijd keurig netjes erin. Ik probeer helemaal geen deals te maken. Maar dat je op deze fles een heel klein beetje korting krijgt voor een filmpje. Waar we toch heel vaak de gouden ton hebben genoemd. Vind ik niet zo heel erg. Nou, Chanté, wat vind je ervan? Ik, de sfeer bevalt mij allerminst. Ja, die gaat wel een beetje naar beneden. Dat ben ik met je eens. Edoch begint de drank... Die begint in te vallen. Lekker lekkerder te worden. Maar deze heeft wel de frisheid van de Renoir. Want ja. Die frisheid zit er zeker in. Ja. Smaak maakt deze wat mooier. Ja. Wat voller. Wat staat bij jou nu op 1? Die ligt hier. Nee, die heeft niet een proeflul. Dan die. Ja, voor mij dus deze. Nee, absoluut niet. Maar het is interessant dat we beide verschillen hebben. Dat is belangrijk. Dat is anders leuk. Is het leven te saai natuurlijk. Ja. Nogmaals. Ga je naar ADE? Nee, joh, alsjeblieft. Je gaat disco dansen nog even. Is dat nu? Ik zal even één ding heel erg duidelijk maken. Ja. Ik ben heel saai. Ja. Ik hou niet van dat sushi. Ja. Ik hou niet van druktes. Ik hou niet van dope. Ik heb daar niets te zoeken. Ik heb daar niks te zoeken. Waar hou je eigenlijk wel van? Qua muziek? Gewoon echt Van Morrison. Gewoon echt... Gewoon down to earth. Oude mannen. Oude mannen. Muziek. Ja, maar echt serieus. Vind jij jezelf een oude man? Ja. Ja? Ja. Want je bent een 78, hè? Mag ik dat zeggen? 77. 70, nog een jaar ouder. 77. Ik ben, ik zie er ook wat ouder uit voor mijn leeftijd, maar dat doe ik eigenlijk al heel lang. Ik ben een oude ziel, zoals men dat noemt. Ik ben eigenlijk al van mijn hele leven een oude man. Ik ben nooit jong en hip en happening geweest. En wat grap is dus, naar aanleiding van het maken van Rollenpraat, denken mensen dus dat ik de hele dag... niet serieus en heel grappig ben en doe. Maar ik ben over het algemeen heel serieus en saai. Is natuurlijk ook, als de rollenpraatcamera aangaat, dan wordt het allemaal ietsje wilder. Mag ik het zo zeggen? Er gaat toch een knopje om een beetje. Ja, maar dat is, nou, ik wil het geen vak noemen, maar dat is natuurlijk wat je doet. Ja. En waarom het zo succes is, denk ik. Nee, maar als jij altijd zo zou zijn, dan is dat verschrikkelijk om zo te zijn voor je omgeving. Maar je wordt er wel op beoordeeld, hè? Je wordt er al afgerekend. Want iedereen ziet alleen maar dat uurtje rollenpraat. Ja, maar dat maakt het niet uit. Dat kan mij nou rotten. Ja, dan hebben we toch even een andere kant van Jan kennen. Maar luister, ik hou van humor en van lachen en plezier. En ik drink een neutje en ik ga graag wat eten en dat hoe. Ja. Maar over het algemeen ben ik een saaie vent. De Blanc de Blanc. Wat voor cijfer krijgt hij van jou? Tot nu toe de hoogste? Nee, je vindt die lekkerder? Ik vind deze lekkerder, omdat hij meer smaak heeft. Ja, maar dan ben je dus geestelijk gestoord. Dat is niet weg te baffelen. Dan ben je geestelijk. Oh, je gaat er wat bij schenken? Met dat soort opmerkingen, dat kan toch niet? Nee, ik vind die eerste drie vind ik gewoon niet lekker. Ik ga niet aardig lopen. Gewoon als om je niet lekker. Nee, ik vind ze niet lekker. Kan toch? Mag toch? Kun je toch zeggen, het is niet helemaal mijn smaak. Maar die vind ik heerlijk.
Ik denk dat dit... Ik weet het niet, ik ben er heel eerlijk in zo direct, maar ik denk dat dit hem gaat winnen. Ja, want die is gewoon heel lekker. Dat denk ik vooraf aan, omdat je heel ordinair bent. En omdat alle rappers dat drinken, dan denk ik dat moet voor. Ik ben helemaal niet ordinair. Jij was ordinair. Nou ja, Jan, we houden het gezellig. Hè? We vinden het toch een beetje... We gaan nog steeds eten in Le Garage. Zeker. Nou, gelukkig. Bij Omi ook. Maar ik ga nu wel opgewonden. Ja, denk geen rare dingen, alsjeblieft. Jij gaat naar huis. Jij gaat naar huis. Kijk mensen. Ik ga het niet sabreren. Ik zou het wel... Trouwens, je kan hier helemaal niet. Dit is duim in de ziel van een fles. Lukt hier helemaal niet. Het is plat. Waarom is die plat? Ja, weet je? Oké. Nou, mensen. Dit is de kristal. Hè? Dat is de favoriet van Jan. Maar vooral mijn favoriet. Jan gaat er vandoor. Ja, kom op. Wil jij hem openmaken weer? Nee, Mark. Oh. Wat is er aan de hand, Jan? Nou, we zijn hier in een filmpje bezig. Ga je opeens iemand buiten de kamer aan? Ach, dat is toch gezellig. Een beetje wanorde en chaos is heerlijk. Zo onprofessioneel. Ik krijg het godverdomme niet open, dit ding. Oh, jezus, echt. Je moet dit wel wegschenken. Dit wil je hem opdrinken. Dit is een fles die kost in de winkel €275, mensen. Dat is toch niet verkeerd? Was dit trouwens de winactie? Oh nee, €250. Je kan je trouwens met dat €250 kan je bijna die fles kopen hier. Mocht je dat als shop te goed willen. Hoe je winnaar? Je weet nu niet meer wat voor prijs je hebt. We hebben twee prijsvragen. Eén met Berk, weet ik van wat. Gin. Ja. Nee, wat Berk in het Engels betekent. Ja, Berk. Birch. Nee, in Nederland was de vraag. Ja, Berk. Ja, Jezus Christus, dat werd het echt niet meer. Maar dat is op zich een simpele prijsvraag, want die fles, wat kost die ongeveer? €36,95, dus een kleiner winactie. Dus misschien hebben jullie er helemaal geen zin in. Want iedereen gaat natuurlijk reageren op het shoptegoed voor €250. Hoezo? Zo zijn mensen. Mensen zijn toch benieuwd hoe die Berk... Ja, dat is ook wel waar. Ja, okay. Ik zie het graag. Jan, kijk uit. Dit is de mooiste fles. Oeh, die was mooi. Dat was echt een klein ruftje. Nee, maar dat zijn mensen die... Wil je even zitten, Jan? Er zijn gewoon mensen in dit land die gewoon dat kunnen. Of je wil even zitten, want de knieën doen het misschien weer zo goed. Ik heb natuurlijk ook wel een beetje... Ik heb maar eentje met doorgezakte x-beentjes. Dan ben ik toevallig niet aan het tafeltje. Nou ja, als we het niet over dat soort dingen hebben, dan begin ik over lengte. Voor de lengte? Welke lengte, vriend? Ik ben langer. Oh, dat. Ja. Ik wou zeggen, want ik ben op alle fronten langer, kan ik je vertellen. Echt waar? Dan leg maar op tafel, vriend. Gaan we meten. Nou, als dat die sabel op tafel ligt, dan vind ik dat geen goed idee, moet je eerlijk zeggen. Dit vind ik wel het moment suprême. Eigenlijk moet ik caviar hebben, maar we krijgen bitterbal, heb ik gehoord van Sander. Ja, die ging, als hij daar zin in heeft, even een bitterballetje. Hè? We kan er bij ons wel bij, denk ik. Een balletje meer of een balletje minder. Kijk eens even hier, mensen, wat mooi we hebben. Jan, die denkt, wordt niet goed weer. Caviar is helemaal niet zo lekker. Caviar is heerlijk, echt. Nee, maak geen grap. Het is voor ordinaire mensen die denken daarmee chic te zijn. Ja, daar had ik het helemaal mee moeten nemen, toch? Nee, maar ik ben helemaal niet zo ordinair, vriend. Vind je dat nou echt? Ja, vind ik echt. Vind je mij mensen, laat het even achter in de commands. Vind je Jan ordinair of vind je Jan chic? Dat is heel simpel, een heel simpel vraagje. Ik laat het je zien binnenkort wat de commandreacties zijn. Terug naar de Crystal by Louis Reuderer. Bij wie? Reuderer. Maar dit vind ik... Kijk, en hier wil Thomas natuurlijk wel weer een glaasje van. Dat is nu eventjes wel ongeveer €30 per glas. Oké, dus dat is... ik kan niet meer rekenen. €40 per glas ongeveer, €45. Jan vindt niks. Nee, €45 per glas, keer 7. Ja. Dat is toch bijna hetzelfde, €40 dan, maak het daar weer uit. Je bent een godverdomme wiskunde leraar. Daar ben ik al jaren niet meer geweest, dat vak. Maar je kan toch wel een beetje hoofd rekenen? Nou, dat lukt niet meer zo heel goed nu, moet ik zeggen. Begint toch een beetje... Ik blijf een chauffeur bij me. Een niemand te raken. Het is de eerste keer trouwens dat ik een kristal proef. Oké. Dat heeft ermee te maken dat ik... waar zou ik dat moeten proeven? Ik snap, in jouw wereld kom je hetzelfde tegen. Ja, niet. Laat staan bij Roddenpraat, want toen ik ging sabreren 10 keer, ik weet niet waar Dennis vandaan had, maar ik heb nog nooit zo'n goedkope bubbel gezien bij elkaar. 10 stuks. Nou, dat is niet aardig, sorry. Ik zou bijna zeggen, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen, maar ik vind die ook wel heel lekker eigenlijk. Die billenkaar. Ik vind deze dus niet de lekkerste. Dan hoef je niet zo zacht te praten, hoor, Jan. Dan mag je gewoon eerlijk zijn. Misschien moet je eventjes als een professionele filmmaker even dat geluid van die kuttelefoon van je uitzetten. Oh ja, oké. Zo, hij is uit. Wat is dat nou voor een raar gedrag? Wat maakt het nou uit? Ik krijg tenminste nog berichten. Jij hebt nog geen bericht gehad? Nee, ik heb op vliegtuigstand staan lul, omdat jij gaat een filmpje wilde dus maken. Dus je bent echt professioneel. Het is ongelooflijk. Wel een ruim... Ik had verwacht dat een kristal de koning hemel zou zijn. En dat vind ik niet. Ik vind dat niet. Oké. Het gaat voor mij tussen deze twee. Ja. Waarvan jij zegt, dit is de absolute top. En deze zou dan volgens jou minder zijn. Ik vond hem lekker, omdat hij had heel veel berk.
Ja. Berk. Ja, als die mensen nou niet meer weten, dan snap ik het niet meer. Dus, ik vind het ook nog steeds lekker dit. Ja, maar zie je nou weer, zie je nou weer die jeans? Ja, ik zie jouw glas toch? Hij is leeg, hoor, Jan. Ik zou liefst nog één ginnetje willen. Ja, dat gaan we doen. Nee, nee, want dat gaat niet goed. Dat gaan we zeker wel doen. We gaan zeker een ginnetje nemen. Amies. Ja, we hebben misschien ook te veel door elkaar nu gedronken. Ik ruik eigenlijk helemaal niks meer. Ik ga bijna zeggen dat dit de winnaar is, want wat tegen mijn natuur is. Ik ga zeggen dat ik die kristal wegflikker, dan zijn we waarschijnlijk... We gooien nu twee glazen van 39,50 per stuk. We hebben net 50 euro weggespoeld. Ja, sorry. Geen echt ongeluk. Heeft niemand gehoord, toch? Moet je niet een bitterballetje hebben zo? Ah, vind ik het om je niet halen? Nee, moet je niet. Oh, leuk. Ja, nee, is leuk. Kom nog even voor. Dat dikke lijf van die nou. Jij hebt ook goed mee, moet ik zeggen, hoor. Hallo. Jezus Christus, niet te geloven. Dit is afgekeken. Ja, dag, echt mijn reet. Zullen we nog even een test doen? Ja. Want we worden nu intiem. We gaan even uit elkaars glas drinken. Nou, mensen, ik weet niet of het een goed idee is met een corona pandemie. Ik kom er niet meer uit. Oké, Jan, ik heb dus de... Floris, je bent een godverdomme alweer om zo open. Nee. Nu ga ik allemaal van die nare opmerkingen over krijgen, weet ik nu al. Santé. Santé. Ik ga dus even voor die Jean Xon. En jij gaat dus voor die Billikaf. Deze vindt het, ik weet die smaak nog. Haal jij maar even dat glas. De winkel gaat lekker door, mensen. Ik snap het wel. Ja, mensen komen dingen kopen. Het gaat inderdaad, Thomas, heb je goed gezien, om deze twee vrienden. Wat zal mij gewoon? Ik ben eruit. Ik ben eruit. Oké, ik ben er ook uit. Ik weet nu wat jij gaat zeggen, maar we zijn eerlijk, hè, mensen. Er is niks beïnvloed. Ik had verwacht dat ik hier nummer 1 zou gaan doen. Nee. En ik vind eigenlijk de normale Louis Reudere, dus het standaard flesje wat ik vaak in mijn films doe, niet als reclame, echt niet, vind ik heel lekker, nog steeds. Maar nu vind ik de Billikaar Blanc de Blanc voor mij de winnaar. Echt? Jij? Voor mij is deze de winnaar. Oké. Okay. Voor mij is de Jacques Son de winnaar. Ja. Sorry. Ja, dit kan echt niet. Ja. Je ziet het al, hoe meer drank, hoe ordinair. Nee, helemaal niet. Je flikkert er 8 glazen. Ja, dat is goed, beetje. Ja, ik godverdomme weer. Zullen we even wat bitterballen bestellen? Nee. Oh. Ben je obese? Huh? Ben je obese? Obese. Morbide obese. Ja, weet je dat? Ik ook, als ik dat invul, heb ik ook 30 plus. Ja, ik niet. Jawel, je haalt zeker 31 obese. Ik ben hier, voel mij even. Oh ja, oké, voel het wel voel iets. Voel zijn de kuikens. Nee. Voel zijn de kuikens! Godverdomme, mensen. Oh, Jan heeft de kuiken. Ik wil niet meer voelen, Jan. Ik vond het wel even mooi geweest. Nou, mensen, toch nog even een bitterballetje tussendoor. We hebben al die champagne gehad. Lekker mosterd erbij. Heerlijk uit Bergen. De Bergerse bitterballen. Gezellig. Resumerend, dat is jouw winnaar. Ja. Het is mijn winnaar. En dat is gewoon heel duidelijk. Te verkrijgen hier in Bergen, maar ook overal in Nederland. Ik wil jou alvast ontzettend bedanken voor deelname aan deze video. Met alle plezier, mijn amies. En misschien gebeurt het nog ooit een keer, of kom ik nog een keer bij jullie. Dat vind ik overigens niet een goed idee meer, want daar zijn we wel klaar mee natuurlijk. Dat zie je vaak bij mensen zoals jij, die hebben een hele korte piek. Oh, nou dat is weer fijn om te weten. Bedankt. Mensen, proost. Vond je het nou een leuke video? Doe natuurlijk weer die duimpjes omhoog. En we hebben bijna 100.000 abonnees, Jan. Help ons een beetje. Kan je niet een keer een postje op Instagram doen, dat we die 100.000 abonnees te krijgen? Ja, dat klopt. Dat kan ik een keer niet doen. Oké, nou hartstikke fijn weer. 80% abonneert namelijk überhaupt niet. Kijkt gelukkig wel. Dus ja. Zet dat ding aan. Doe je duimpjes omhoog. En tot de volgende video. Santé! Dag, tot ziens. En santé. En het was heel gezellig, Floris. Dag! Ja, ik ga nu naar huis. Wat een verschil. Dag Jan. Jan is al weg. De groeten. Ik ga bitterballen eten. Goedemorgen.